Ja, mooi. Bravo! Bravo! Bies! Chapeau, mooie muziekkeuze van Bo Hudson. We hebben hier de heren voor ons van Lazy Daisy, die straks een uurtje live gaan spelen hier in de Music Toko. Dus blijf zeker luisteren. Maar goed, we gaan eens even stevig aan de tand voelen hoe het eigenlijk allemaal gekomen is, hoe jullie muzikanten zijn geworden. Hey Bo, hoe is dat met jou gegaan? Op een gegeven moment, ja, je was jong en je luisterde naar een plaatje. Ja, inderdaad jong. Weet ik, ja, 14 of zo, toen hoorde ik Deep Purple en Led Zeppelin en dat vond ik zo vet. Ja. Ik moet gewoon gitaar gaan spelen. Ja. Dus ben ik ook mee begonnen. Maar ja, toen kwam Floyd Messina in de buurt. En toen moest ik noodgedwongen overstappen op basgitaar. Maar dat ben ik wel heel erg leuk gaan vinden. Hoor. Dus, maar, okay, dus begonnen met de gitaar bij jou? Dus, ja, begonnen met gitaar. En weet je nog wat voor gitaar dat was, je eerste gitaar? Nee, die was zo krom als een hoepel. Die was eigenlijk onbespeelbaar. Ja, zoiets. Waarschijnlijk. Het was niet best. Het was niet best. Ja. En als je daarop kunt, als je cigarbox, heb je een gouden toekomst in ieder geval. Ja. Oké, Floyd, hoe is het met jou gegaan eigenlijk dan? Ja, eigenlijk kwam dat als vanzelf. Dat is helemaal makkelijk. Makkelijk. Maar mijn vader speelt gitaar, dus... Ja. En er stond altijd wel een gitaar thuis. Okay, het is met een paplepel erin gegoten. Ja, jou, je begint dus wat en dan zet je hem weer eens aan de kant en dat soort dingen. En waar luisterde je naar? Wat waren de momenten waarvan je dacht van, goh, dat vind ik echt mooi, dat wil ik naspelen? In het begin heel algemeen, zeg maar. En op een gegeven moment ontdekte ik Eric Clapton. Mm-hmm. Dus daar zal ik direct ook wel een stukje van laten luisteren. Graag. Dus ik introduceer het zo wel even, ja, okay. Als voordat mijn nummer komt, zeg maar. Maar mijn eerste gitaar, dat was een akoestische aria, zeg maar. Ja. Yeah. Die had ik geruild tegen een zaag, want ik had een zaag. Ja. En iemand anders had dus een gitaar, dus... En iemand anders had een zaag nodig. En die ging de zingende zaag spelen? Ja, dat was gewoon een zaag. Dat is al voor marktplaats, hè. Dus echt pure ruilhandel. Toen had ik een gitaar. Mooi. Oké, geweldig, wat een verhaal zeg. Maar ja, ook zo krom als een hoepel natuurlijk. Maar... Die zaag! Ja, dat weet ik niet meer. Hé, hey, maar heb je die gitaar nog? Nee, die heb ik ooit... Hij gruilt tegen een hamer, tegen een hamer of zo. Dat is een gereedschapskist of zo. Nee, volgens mij heb je ze zelf weggegeven. Oké, nou, de stemming zit er goed in ieder geval bij Lazy Daisy, de heer die straks een uurtje gaan spelen. Nou, we hebben al heerlijk genoten van de soundcheck en het staat als een huis, dus blijf zeker luisteren. Goed, oké, Andrea, hoe is het met jou eigenlijk gegaan? Op de potten en pannen begonnen? Ja, naast zijn moeders in de keuken. Ja, ja. En wat voor leeftijd was dat zo'n beetje? Vier. Aha, ja. Kijk dan. Ja. En vanaf je vierde door blijven gaan? Ja, overal blijven trommelen. Blijven trommelen. Ja, ik kon ook nooit stilzitten als kind. En hoe oud was je toen je eerste drumstel had? Dat was laat. 19. 19? Oké. Okay. Ja, 19 pas. Dus tot je 19 op de potten en pannen? Ja, emmers, dozen, verzin het maar. Ja. Bankstellen. Oké, okay. En weet je nog wat je eerste drumstel was? Ja, een Pearl. Pearl, oké. Okay. Heb je hem nog? Ik heb hem nog steeds. Ah, dat is heel mooi. Zeker. Dat is mooi. Oké. Okay. Altijd Pearl blijven spelen? Ja. Ja, ik heb nu 4 Pearls, yes. Exports en 1 ALX. Ja, dat is te gek. Ja. En voorkeur voor backends? Zildjian. Ja, oké. Okay. Wat K-serie? K-serie. Ja, nu wordt het technisch, hè? De belegen K-serie. Weet je, iedereen heeft het altijd over K en C en G en D. Ja. Ik ga gewoon naar een muziekwinkel en ik neem mijn set die ik heb, neem ik mee en ik ga zitten en ik ga luisteren. Ja, nee, de backends moet ook bij elkaar passen inderdaad. Precies. Je kunt best wel van heel veel verschillende merken en types ook bij elkaar hebben. Als het goed klinkt bij elkaar, dan moet je dat zeker doen. Oké, Andrea, je had ook een hele mooie muziekkeuze klaargezet. Ja. Kun je er iets over vertellen? Waarom die keus? Vraag weinig, want het is een nummer van de Rolling Stones. En wel mooi naar de Beatles, vind ik. Ja, natuurlijk. Ja, Rolling Stones! Ja. En ik ben helemaal geen Rolling Stone fan, maar... Nee! Maar, ja! Ja, echt, nu breng me de klomp. Ja, dat wist ik. Nee, ja, oké. Okay. Rolling Stones. Welke heb je gekozen dan? Ja, dat hoort je ook weer. Prodigal Son. Dat is wel een goede keuze, hoor. Ja. Dat is echt wel een goede keuze. Goed zo. Nou, dan gaan we er toch lekker naar luisteren. Doe dat maar.